Dit is echt een super vieze velg. En hoe krijg je deze velg nou goed schoon? En belangrijker nog, hoe houd je hem schoon en shiny? Dat gaan we vertellen in deze video. Hoi, ik ben Tim. En ik ben Johan van CarCube.com. Zit het jou weer? Sorry. Dit komt door mij. En ik zit als zo vol. En ik had van mijn gevoel echt dat ik het rustig zei. Ja, toch, we gaan door. Dat was ook hartstikke goed. Dus. Ja? Ja? Hoi, ik ben Tim. En ik ben Johan van CarCube.com. En vandaag gaan we je laten zien hoe we deze super vieze velg weer schoonmaken en schoon houden. Als je je auto gaat wassen, doe je altijd eerst die velgen. En waarom is dat? Die velgen zijn heel erg vies. En bovendien zit er remstof op en remstof is scherp. En dat wil je niet op de rest van je lak hebben. Je wil dus starten met je velgen en, sterker nog, je begint eerst met je banden. Je maakt eerst je banden schoon met een bandenreiniger en een harde borstel. Daarna start je met je velgen. Het is een misverstand dat je voor alles velgenreiniger moet gebruiken. Dat is helemaal niet nodig. Want die loszittende vervuiling, die kun je weghalen met een speciale cleaner, zoals Johan aan het gebruiken is, of simpelweg met shampoo en water. Pas als de vastzittende vervuiling aan bod komt, dan kun je een velgenreiniger gebruiken. En we gaan laten zien hoe dat werkt. En Johan gebruikt hier nu, wat gebruik je Johan? Een tire en wheel cleaner. Van Manners. Manners vandaag. Yes. Het mooie aan dit product is dat je het kunt gebruiken op je banden en op je velg. Dus het is multifunctioneel. En wat je ziet is dat de vervuiling al meteen loskomt zonder dat Johan het aangeraakt heeft. Dus het weekt echt die vervuiling los. Nu we die banden met die bandenreiniger van Manners schoon hebben gemaakt, is het ook belangrijk dat we het oppervlak van die velg schoon krijgen. Ja, en wij zijn natuurlijk een carcare shop, dus wij hebben leuk gewoon een aantal borstels hier uit het vak getrokken. Maar welke borstel is nou de moeite waard? En welke heeft nou de juiste kwaliteit? Deze van Sam's, die ziet er het mooist uit, toch, Jo? Ja. Vind ik wel. Ziet er het mooist uit qua verpakking. Maar is dat ook zo? En deze van Manners, die is in ieder geval een heel stuk voordeliger. Die is geloof ik een euro of 8. Ja, 7, 8, dus, 8 euro, ja. En die van Sam's is volgens mij 18 euro, dus dat scheelt een tientje. Ja, en deze is eigenlijk net zo zacht als die van Sam's, alleen hij zit in een minder fancy verpakking. En dan heb ik nog eentje uit het vak gehaald, dat is die van Auto Finesse. En ik denk, als ik dat zo voel, dat die van Auto Finesse verreweg wel de mooiste borstel. En hij, die haren zijn ook lekker compact. Dus ja. Ik denk dat we deze borstel gaan gebruiken. Doen we die? Ja, doen we die. Nou, dan gaat Johan met de Auto Finesse borstel de buitenkant van de velg schoonmaken. Zo halen we die losse vervuiling het makkelijkst weg. En dan kunnen we nakijken welke vervuiling er overblijft. Voor bijvoorbeeld een velgenreiniger. Ah, je ziet nu eigenlijk al dat hij, moet je kijken hoe die borstel dat meepakt. Dat gaat helemaal goed. Dat is wel een mooi borsteltje van de Auto Finesse. En belangrijk is aan zo'n borstel is dat hij moet natuurlijk wel stevig zijn, maar hij moet niet scherp zijn. En deze borstel is het stevigst van alle drie, maar ook die borstelharen die aan de bovenkant zitten, die zijn ook het zachtst. En dit soort borstels kun je het best gebruiken op lichtgekleurde velgen. Heb je nou zwarte velgen of antracietvelgen of iets dat donker gekleurd en hoog glans is, dan kun je het beste een andere borstel gebruiken. Bijvoorbeeld eentje van microvezel of een ander zacht synthetisch materiaal. Of bijvoorbeeld gewoon een microvezeldoek. Maar voor dit soort velgen zijn dit soort borstels echt top. Nou, we moeten hem eigenlijk even afspuiten. Ja. Zal ik even spuiten in de tussentijd? Nou, als je wil. Sorry hoor. Nou, dit ziet er in ieder geval een heel stuk beter uit. Maar wat je wel ziet is dat die... kijk, als je hier kijkt, en dat is het meest voorkomende probleem van mensen. Ze krijgen die pitjes niet weg. Maar daar hebben wij natuurlijk wel een oplossing voor. Wat hebben we nu gebruikt? We hebben de Auto Finesse wheelbrush gebruikt. We hebben de tire en wheel foaming cleaner van Manners gebruikt. En we hebben een hard bandenborsteltje gebruikt.
Dat bandenborsteltje is een tientje. Die Mudders Cleaner die is 12 euro. En de wheelbrush van Auto Finesse is 18 euro. Dus als je dat bij elkaar optelt, kom je op 4 tientjes uit. En dan heb je dit als resultaat. Maar niet iedereen is daar tevreden mee. Dus we kunnen nu een stapje verder gaan en kijken hoe schoon we die velg echt krijgen. Nou, we gebruiken hier Nonferro. Wat is Nonferro nou? Nonferro is een deionizer. En dat zorgt ervoor dat alles wat vliegroest is, ijzeroxide en andere ijzerrotzooi die je niet op je lak of op je velgen wil hebben, oplost in een paarse vloeistof. Zoals je ziet, zie je dat het product reageert op vastere remstof. Heel vaak wordt er gedacht dat het product super agressief is, maar het mooie juist van het product is dat het PR-neutraal is en dus veilig is voor elk type velg. Het is een soort bloedende velg aan het worden. Je ziet echt overal zie je nu die strepen lopen en dat is een teken dat die stipjes die we net hebben laten zien, dat die opgelost worden in een vloeistof. En je kunt het nog een keertje heractiveren door bijvoorbeeld een wheelmit te gebruiken. En dan een vochtige wheelmit is voldoende om het product even in te werken en weer opnieuw te verdelen. Ja, Nonferro ruikt niet zo lekker. Het is niet echt bepaald dat het ruikt naar bloemetjes, meer naar rotte eieren. Ja, dat is iets waar we niet zoveel mee kunnen, helaas. Het kan soms beter in een geventileerde ruimte gebruikt worden. Of eventjes een raampje openzetten als je binnenwerkt. Wij werken hier binnen, de meeste mensen werken buiten. Maar ja, het spul stinkt gewoon. En eigenlijk van alle merken stinkt dat spul. En de ene vindt de ene wat minder stinken dan de ander. Maar ze stinken gewoon allemaal. Dus. Deze velgen zijn een hele tijd niet schoongemaakt, dus er zitten heel veel van die puntjes op. Nu kun je die Nonferro meermaals behandelen, of in ieder geval meermaals herhalen, waardoor die puntjes steeds verder opgelost raken. Maar je kunt ook klei gebruiken en we laten nu zien hoe je klei kunt gebruiken om die puntjes op die velgen weg te krijgen. Nou, Johan begint nu met klei, dus wat ik al had gezegd, dat is die lakgum eigenlijk. En daarmee haal je veilig vastzittende vervuiling op je lak weg zonder te krassen. Die vervuiling gaat vervolgens in die klei zitten. En dat kun je ook goed zien. Zal die zo laten zien. Zo, er komt trouwens echt veel vanaf, hé. Ha. Ja, dat krijg je als je je velgen niet schoonmaakt. Dan wordt het echt wel een klus. We gebruiken die spray. Dat is een detailer spray. In dit geval is dat Monello Perfetto. Maar je kunt ook Poor Boy Spray and Wipe gebruiken. Of een andere detailer spray die je fijn vindt. Even voelen hoor. Ja, dat scheelt echt een berg, jongen. Het is niet normaal. Dit is nog een beetje ruw. En dit is echt spekglad geworden nu. Want deze is nu vrijwel helemaal glad. Ah, Johan heeft nu die vastzittende puntjes met klei weggehaald. En je ziet op die klei echt ontzettend veel van die zwarte vervuiling en die beetje bruinige vervuiling zitten. En dat komt omdat deze velgen echt jarenlang niet zijn schoongemaakt. Johan heeft nu die zwarte puntjes met klei weggehaald. En deze velg leent zich er niet zo heel erg goed voor. Tenminste, voor wat ik nu ga vertellen. Die binnenkant van de velg moet natuurlijk ook schoongemaakt worden. Zeker als je grote en open velgen hebt. Dan kan je heel goed in dat velgbed kijken. Nou, daar kun je een velgenborstel voor gebruiken. Nou, deze, we hebben hier een Easy Detail Mini. Die bestaat uit Memory Nylex. En wat behoudt dat nou in? Die gaan weer terug naar de originele stand op het moment dat je ze in warm water zet. Dus dan blijft die borstel er helemaal tip-top en als nieuw uitzien. Maar die binnenkant moet je natuurlijk ook onderhouden. En als je dat dan doet met een borstel, is het belangrijk dat je die borstel zelf het werk laat doen. Ga dus niet heel erg hard drukken op die borstel, want dat is helemaal niet nodig. Het is belangrijk dat je die borstel gewoon zelf rustig heen en weer haalt. Heb je hele grote open velgen, dan kun je natuurlijk ook grotere velgenborstels gebruiken. Maar deze zijn wat krapper en daar kan je zo makkelijk zo'n heel klein borsteltje voor gebruiken. Tijd voor de volgende stap en dat is het schoonhouden van je velgen. En hoe doe je dat nou? Nou, dat doe je natuurlijk door ze regelmatig te wassen. Maar wat heel belangrijk is, je kunt ze beschermen. Met bijvoorbeeld een velgenwax of een spray sealant. En daarmee maak je je velgen vel- en waterafstotend.
Wat je ook zou kunnen doen is een velgencoating gebruiken, dus een glascoating. Die hebben we van verschillende merken, bijvoorbeeld van Nanolex. En die blijven echt heel lang zitten, tot wel 2 jaar lang. En dan blijf je velg en langer schoon. En als je hem schoonmaakt, is hij ook nog een keertje makkelijker te rijden. Nou, zoals je ziet is de velg weer mooi schoon. Uiteraard niet helemaal nieuw, maar goed, dat is ook niet gek, na bijna 200.000 kilometer. Uiteraard willen we hem wel graag mooi houden. Dus breng ik een wielsealant aan, dit keer van Porpoise World. Om ze in het vervolg makkelijker schoon te maken. Ja, zo blijven ze langer schoon. En je kunt ze makkelijker schoonmaken. Dus eigenlijk 2-in-1. En eigenlijk is 3-in-1 zelfs, want ze gaan er ook meer van glanzen. Belangrijk is wel om weinig te gebruiken. Anders ben je meer moeite aan het doen om het af te nemen. De wielsealant kost €27. Dat lijkt een hoop geld. Maar je kan zeker 40 of 50 keer een setje velgen daarmee behandelen. Dus die heb je gewoon ontzettend lang op de plank staan en heel lang plezier van. Dan gaan we nu beginnen met de finishing touch. En dat is het voorzien van de bandendressing. We gebruiken hiervoor in dit geval de gummy van Sjarna Gloss. 500 milliliter voor €15. Nou, het voordeel daarvan is dat je band niet alleen een hele mooie diepe zwarte satijnglanzen uitstraling krijgt. Maar er zit ook een UV-filter in, waardoor je band niet uitdroogt als de zon er volop staat. Rubber is poreus en een bandendressing trekt dus in het rubber. Het kan dus zijn dat als je die bandendressing aan hebt gebracht, dat je denkt van hey, ziet er goed uit. En een uur later dat je er niks meer van terug ziet. Geen zorgen, breng gewoon 1 of 2 keer nogmaals die bandendressing aan. En dan zal je zien dat die band verzadigt en die mooie satijnen uitstraling blijft behouden. Alle producten die wij in deze video gebruikt hebben, die kun je hieronder ook in de beschrijving terugvinden.